Het is het start van het tulpseizoen en de derde zaterdag van het jaar is de tulpendag. Die Nationale Tulpendag wordt normaal gesproken gevierd op de Dam in Amsterdam. Daar staan dan 200.000 tulpen uitgestald die mensen gratis mogen plukken. Door de coronacrisis is dat dit jaar niet mogelijk. Dus houden tulpenbroeierijen, zoals Wesselman Flowers in Roelevarensveen, online allerlei acties. Bijvoorbeeld het weggeven van boeketten. Hey, we weten nog de tijd dat iedereen wc-papier ging hamsteren. Toen hadden de bloemen even geen prioriteit en de tulpen ook niet. Die markt heeft zich daarna wel hersteld, dus de afzet is nu gewoon goed. En we merken gewoon dat mensen graag een bloemetje in huis zetten, waarschijnlijk omdat ze veel thuis zijn. We staan hier voor een van onze koelcellen. Hier worden de bollen bewaard voordat ze worden opgeplant. Om ervoor te zorgen dat er geen bacteriën en schimmels in komen. Wat we zien in crisistijd, dat mensen misschien die grote boeketten, die slaan ze over. Maar een bos tulpen, 10 of 20 tulpen, die in de supermarkt voor een relatief laag bedrag te koop zijn. Dat die gewoon wel goed gekocht worden. Bollen worden met het bandje afgevoerd. Vervolgens geplant op de bakken. En als de bloem en het blad beginnen tevoorschijn te komen, worden ze de kas ingereden om te worden afgebroeid. Je ziet gewoon dat mensen bij de bron willen kopen. Nou, meer als de bron kan je niet hebben. Nadat de tulpen uit de koel zou komen weer en ze inmiddels pennetjes hebben gekregen, zoals je hier kan zien, krijgen ze hier de kans om van bol tot bloem te groeien. Eerlijk zeggen, heb je ooit wel eens een vrouw versierd met tulpen? Ik heb stiekem wel eens een bosje tulpen naar een vrouw verstuurd. Ja, zeker. En dan uiteraard anoniem. En succes gegarandeerd? Bijna altijd. Nou, iedereen moet zijn huis vol met tulpen zetten. Dan komt de vrolijkheid vanzelf weer terug in deze tijd van crisis. Komt allemaal wel goed.